Ocean Meets Real is een event wat wordt gehouden om dus de diepzeekant en de rail operators te koppelen aan de ocean partijen. En met name zijn dat de rederijen. Ik ben hier omdat wij het als Maersk heel erg belangrijk vinden dat goede achterlandverbindingen zijn. Dus wij zijn dus ook voor een heel groot gedeelte afhankelijk van het spoor. We wilden graag de band met de rederijen en de operators zoals wij dat in dit geval zijn, dat je daar dan mensen leren kennen. En voor het spel eigenlijk. Het geeft veel interactie aan tafel. Niet het allemaal in eigen hand houden, maar soms ook de anderen wat gunnen om te winnen. Ja, ik vind het heel leuk. We zijn er nog bezig, maar ik vind het een leuk spel. De knelpunten die in het spel zitten, dat zijn ook eigenlijk wel de knelpunten die in het echt is, zijn, zeg maar. Te veel terminals, waar overal dus de aanbod staat. En te weinig tijd en te weinig operators om de spullen af te halen. Dus dan is het wel een realistisch spel. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat misschien dat waar partijen op enige relaties wel concurrenten van elkaar zijn, maar op andere relaties niet, juist daar de lading proberen samen te komen, zodat je wel die ene hele trein kan maken, zoals in het spel ook bedoeld is. Je hebt een spel wat Synchromania heet en waarbij je dus met de computer speelt dat je een planner bent. Het spel wat wij gespeeld hebben is dus meer dat je op de stoel van de klant zit, van een forwarder of een expediteur, en dus je lading wil boeken naar het achterland. Het geeft meer inzicht hoe jij je als klant voelt. En aan de andere kant zorgt het er ook wel weer voor dat je elkaars belangen allemaal inzichtelijk hebt. Dus ik vind het erg goed werken.